De bedoeling van de nieuwe wet op de hervorming van de Hoven van Assise was onder meer de Hoven van Assise te ontlasten. Men doet dat door de bevoegdheden van de correctionele rechtbanken te verruimen. Zo kan het bijvoorbeeld nu dat door aanneming van verzachte omstandigheden de correctionele rechtbank, dus de professionele rechters alleen en zonder jury, bevoegd worden om een moordpoging te beoordelen. Dit heeft onder meer voor gevolg dat tegen een dergelijk vonnis een hoger beroep openstaat. Zo'n hoger beroep is voor het Hof van Assise bij de nieuwe wet niet voorzien. Maar uiteraard gebeurt dat met respect van de slachtoffers en nadat elke partij ten gronde daarover gehoord is. Ook op het gebied van de jury heeft de nieuwe wet een aantal wijzigingen ingevoerd. Niet over het aantal juryleden, want dat blijft nog altijd op 12 effectieve en 2 plaatsvervangers, maar wel over de leeftijd. Voortaan is het mogelijk om op 28 jaar jurylid te zijn en ook als men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Bovendien moet de jury paritair worden samengesteld uit mannen en vrouwen, waarbij de seksen van de een van de 2/3 van het totaal niet mag overschrijden. Voortaan is er ook een infosessie voor de jury voorzien voor de aanvang van het eigenlijke proces. De voorzitter van het Hof van Assise legt dan aan de juryleden uit hoe zij te werk zullen moeten gaan, wat van hen verwacht wordt, welke hun rechten en hun plichten zijn.